De kandidaten die op 8 februari 2017 zullen meedoen aan de verkiezing van het Nationaal Jeugdparlement zijn bekend. De namen van deze jongeren zijn gisteren tijdens een openbare zitting van de kiescommissie Jeugdparlement 2017-2020 bekendgemaakt. De jongeren die voldoen aan de criteria voor de kandidaatstelling van de jeugdparlementsverkiezing mogen vanaf nu in hun district van start gaan met campagnevoering. Minister Faisal Abdolghafoor van Sport en Jeugdzaken is super trots op de kandidaten. Hij vindt het een ware uitdaging dat jongeren zich in deze tijd nog opgeven om hun district in het algemeen en Suriname in het bijzonder te helpen ontwikkelen. De bewindsman ging ook in op de definitie van leiderschap. Een leider is nederig. Een leider is vriendelijk en geeft mensen om zich heen de ruimte om zichzelf te zijn. Hij werkt samen. Hij staat open voor kritiek en kan er heel goed mee omgaan. En hij weet hoe doelen te stellen en die te bereiken. Let wel, een leider weet goed te communiceren. En hij beheerst zijn gevoelens en kiest altijd zijn woorden uit. Ik daag jullie allemaal uit om leiderschap tentoon te stellen tijdens deze campagne. Elk een van jullie begint de dingen van de dag, discipline van aan de dag leggen. Bij alles wat je doet, goed voor jezelf zorgen, gezond eten en leven, goede schoolprestaties leveren, je houden aan je afspraken, constant overleg plegen en openstaan voor communicatie met iedereen op elk niveau. En last but not least, een flinke dosis aan nuchterheid. We leven in een multiculturele samenleving die vol zit met uitdagingen op alle vlakken. Wie is een leider nu? Want jij kan morgen de leiding van het land overnemen. Sport- en jeugdzaken minister Faisal Abdolghafoor, die gisteren de kandidaten die zullen deelnemen aan de jeugdparlementsverkiezing van 8 februari 2017, heeft toegesproken. Het thema van de verkiezing is jeugdparticipatie, jouw recht. De openbare zitting is gehouden in de vergaderzaal van het Olympisch Comité.